boerderij van Gerrit en Monique Oudenaard staat al 13 jaar een melkautomaat. Hier kan je elke dag van 8 tot 8 terecht voor verse melk. In Zwitserland bestond er een automaat waar dan de toeristen verse rauwe melk recht van de koe konden gaan tappen. En ik dacht, dat is iets dat ik ook op ons bedrijf zou willen. En dat was van gisterdag een enorm succes. Het is een eerlijk product, het is een goed product. En als je van dit product echt een cerijspap maakt, dan weet je wat het is. Met een goede schep bruin suiker, met gouden lepeltjes en een gouden randelijk. Ze hebben een puur vers product, recht van de koe, dus verser kan niet. Dit soort van thuisverkoop wil de stad Lokeren aanmoedigen en lanceert daarvoor de campagne Korte Keten, Beste Keuze, Zeker Weten. In een handige brochure stelt de stad 17 thuisverkopers voor. Mensen kunnen zien wanneer zijn die bedrijven bereikbaar, wanneer zijn ze open, welke producten kan je daar kopen, op welk moment. Dus eigenlijk kant en klaar voor de consument, zodat hij ook die korte keten een stukje nieuw leven kan inblazen, dat hij daar echt ook iets van kan maken, dat hij geen lange transporten moet maken en tenminste ook gezonde en mooie dingen kan kopen. Nationaal horen wij nu in de media allemaal de korte keten. Wij spreken daar al lang van. Niet in de file, geen verplaatsing, verpakking verminderen. De boer kan een eerlijke prijs krijgen voor zijn product. En de consument heeft een prachtig product dat in feite beter is dan hetgeen in de winkel is. Die redenering volgt ook plant- en boomkweker Johan van Miegerode. Zijn klanten zijn voornamelijk tuincentra en tuinaanleggers. Maar ook particulieren kunnen hier terecht. De vraag neemt toe en daar heeft Johan verschillende verklaringen voor. Dat is misschien wel de betrouwbaarheid van een lokale leverancier. Dus als er vragen zijn, kunnen ze ook bij mij terecht. De prijs speelt ook een rol. Ja. In het tuincentrum is het automatisch een beetje duurder. Ja, met personeelskosten en meer commercialisering van publiciteit en zo. Ik doe eigenlijk geen publiciteit. Ja, met het transportprobleem en al. Het is allemaal voordeel. Nee. Dat is direct bij de klant. Geen files, meer tijd en milieubesparingen ook. Wij zijn dus begonnen nu met 17 bedrijven, maar ik hoop de grond van mijn hart dat in de toekomst nog kan toenemen. Dus dat er elk jaar een aantal bedrijven zeggen van ja, wij doen ook mee. Dus dat is iets dat groeit, dat in beweging is. En een zaak die goed is voor de boer, maar ook goed voor de consument. Dus we blijven daarin geloven. De brochure zal te bekomen zijn bij alle land- en tuinbouwers die meedoen aan de campagne. Maar zal ook te verkrijgen zijn op tal van punten binnen de stad. Ik denk aan het stadhuis, de dienst van toerisme. En misschien nog vermelden dat er nu ook mogelijkheid is om via cadeaubonnen, cadeauchecks, bij toerisme ook bonnen te kopen voor land- en tuinbouw. Dus mensen zijn ook welkom bij onze 17 bedrijven.